Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Vlogmas. Vandaag ga ik dus geen dagvlog maken, maar vandaag ga ik jullie samen het boek van Connie Loonstra behandelen. Namelijk het Paard en Lifestyle inspiratieboek. Ik heb dit boek dus een tijdje geleden van Connie gekregen. Ik ben er echt super blij mee en ik dacht, misschien is het wel leuk om er dus met jullie samen even doorheen te bladeren. Zodat jullie dus weten wat het boek inhoudt. Dus laten we snel gaan beginnen. Nou, dit is dus het boek en dan gaan we er nu even met z'n allen doorheen bladeren. Nou, hier moet je dus je eigen naam invullen, hier je paardse naam en hier de periode, dus in de tijd waarin je dit boek gebruikt. Nou, hier staat dus een leuke quote. En dan hier, ja, dat is gewoon voor de leuk, gewoon om het net wat leuker te maken, kan je dit dus lezen. En hier bijvoorbeeld weer een tip en dit is dus Connie. En hier moet je dus bijvoorbeeld je naam, je adres, postcode en plaats, naam paard, ras, afstamming, chipnummer, eigenaar en alles van de stal en de tandarts, de vereniging, de hoesmid en dan degene wie de hoesmid is en dan hier het telefoonnummer. Dus allemaal handig zodat je dus dat dus niet eerst hoeft op te zoeken, maar dat je gewoon deze bladzijde kan pakken. En dat je zo bijvoorbeeld iemand kan bellen of gewoon alles in, dat je gewoon een mooi overzicht hebt. Nou, hier dus collected moments. Nou, hier kun je dus de leuke dingen opschrijven die je met je paard hebt gedaan. Nou, daar kan ik er dus heel veel van invullen, want ik heb dus echt wel super leuke dingen gedaan met mijn ponies. En straks ga ik dus ook, als we dit boek door hebben gebladerd, dan ga ik het dus ook met jullie invullen. Nou, we hebben dus 6 tabbladen en het eerste tabblad heet doelstellingen. Zo, hier dus weer een leuke quote. Stel jij wel de juiste doelen? Nou, hier kan je dus dan kijken of je je goede doelen stelt. En gewoon wat leuks heeft iemand hier verteld. En dan kan je dus ook gewoon doorlezen. Lange termijn doel en tussendoelen. Dat is natuurlijk ook erg leuk om op te schrijven. Want ik heb een ook heel groot en langer termijn doel. En natuurlijk ook heel erg veel tussendoelen die ik dus nog wil behalen met mijn ponies. Nou, hier heb ik dus een tijdlijn. Startpunt. Eindpunt. Ontdek jouw waarom. Nou, hier heeft iemand dus ook weer een verhaaltje geschreven. En dan kan je dit ook gewoon weer leuk doorlezen. Nou, deze bladzijde hoort dus bij de vorige van deze. Dus die gaan we straks ook invullen. Motivatie en randvoorwaarden. Inzichten en leermomenten. Dus dan kan je bijvoorbeeld je leermomenten opschrijven en dan kan je dus daaraan werken en dan weet je dus waar je aan moet werken. Nou, het tweede tabblad heet management. Hier een leuke quote en dan staat hier schema management. Nou, noteer je onder de specialisten hoe vaak je voor je paard en of voor jezelf komt. Denk bijvoorbeeld aan hoesmid, tandarts, osteopaat, zadelpassen en nog meer dingen. Nou, dan schrijf hier bijvoorbeeld hoesmid, de naam van de hoesmid en de frequentie. Dus dan kan je dus opschrijven wat diegene heeft gedaan. En de vaccinatie. Nou, voor de inentingen kan je dat invullen, zodat je dat goed bij kan houden. Afspraken, dat is ook heel erg handig. Nou, dan schrijf je hier welke afspraak, de datum en de tijd. En dat zijn dus 2 bladzijdes. Je voerschema. Nou, hier is dus, staat dus weer iets van ruwvoer. En hier kun je dus de basisregels zien. Nou, dan kan je dat hier dus invullen. Tijdstip, type voer en hoeveelheid. Oh ja, kijk. Hier staat bijvoorbeeld hooi, voordraagkuil, algemeen 0,5 kilo tot 1,5 kilo. Kan je dus een pony geven die 100 kilo ongeveer, die is ongeveer 100 kilo weegt. En zo kan je dus je paard zijn gewicht en dan weet je dus hoeveel hooi die moet krijgen. Maar dit is natuurlijk met 100 kilo, maar dan moet je dus gewoon even keer 5 doen bijvoorbeeld als je paard 500 kilo weegt. Nou, dan heb je hier de voorkeurshouding, dat moet je dus ook invullen. En hier kies je het juiste bit. Dus dan kan je kijken welk bit het beste voor jouw paard is. Maar ik heb er dus een bitfitter bij gehad, dus mijn bitten bij alle 2 ponies zijn goed. Zadelcheck.
management en gezondheidscheck. Dus dan kan je voldoen wie, datum, tijdstip, aanleiding, behandeling, bevinding, bijzonderheden. Nou, bijvoorbeeld zadelmaker, de datum, het tijdstip en dan wat hij heeft gedaan en de behandeling. Nou, zo kan je dat dus zo opschrijven. En zo weet je dus of je zadel bijvoorbeeld nog goed ligt. Nou, dat zijn dus heel veel blaadjes die daarover gaan. Inzicht en leermomenten weer, kan je dus ook weer invullen. En het derde tabblad, trainingsschema. Nou, dit is dus een trainingsschema. En dit is dus een hele week, van maandag tot en met zondag. En dan heb je dus ook nog bijzonderheden. En dan doe je bijvoorbeeld op maandag Popeye een half uur rijden. Of Chameur drie kwartier rijden of een buitenritje. Nou ja, net wat je die dag wilt gaan doen. En dat is dit dus allemaal. En er zitten af en toe nog wat leuke quotes bij en zo. En die weer inzichten en leermomenten. Dan het vierde tabblad, trainingslogboek. Weer een leuke quote. En dit is dus wel heel erg leuk om te vertellen. Nou, dit is dus voor je training. Dus dan doe je bijvoorbeeld de datum, tijdstip, locatie, welk weer het was. Nou, bijvoorbeeld heel zonnig of sneeuw. Indoor-outdoor, de bodem, type training, trainingsduur, intensiteit, trainingsdoel. Dus deze moet je van tevoren opschrijven. Trainingsdoel, inhoud training, focus en ontspanning moet je dat hier invullen. Fitheid, aandachtspunten volgende training en nog overige beweging. En dat ga ik natuurlijk later invullen. Want ja, dit kan je niet gelijk invullen. En als ik dit dus in ga vullen, ga ik dat natuurlijk ook met jullie bespreken. Nou, dat is dit dus helemaal. Dat gaat hier zo helemaal door. Kijk, zo groot. Zo, heel veel dus. Kan je dus heel veel van invullen. En hier weer inzichten en leermomenten. Nou, het vijfde tabblad is houding en inwerking. Leuke quote. Hier kun je je pluspunten opschrijven en hier verbeterpunten. Dat vind ik wel heel erg handig. Nou, dan schrijf je hier bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld netjes rechtop zit. En een verbeterpunt, bijvoorbeeld handen rechtop houden. Dat kan je dus ook weer invullen. Hulpenkaart. Nou, dat ga ik natuurlijk ook later met jullie bespreken. Teugelsdrukmeting. Oh, dat is ook wel heel erg leuk. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar dan kan ik dit dus ook een andere keer met jullie in gaan vullen. Flexchair. Weer inzicht en leermomenten. En hier wedstrijden. Leuke quote. En hier heb je een checklist. 44 dingen kun je invullen. Dus daar heb je natuurlijk genoeg aan. Wedstrijdkalenders. Nou, dan vul je hier de datum in. De locatie. Proefnummer. Starttijd. En je punten. En dat zijn dus twee bladzijdes. En hier kun je dan dus zeg maar invullen. Weer de datum. Locatie. De warmte. Klasse, proefnummer, starttijden, indoor-outdoor, wedstrijddoel, voorbereiding, losrijden, focus, fitheid en ontspanning. Proefnummer 1, nou dan vul je de jury in en de punten en wat je ervan vond en wat de jury ervan vond. Proef 2, nou jurypunten en weer wat je ervan vond. Jurycommentaar en bijzonderheden. Dus dan kan je hier bijvoorbeeld waar je aan moet oefenen. En de bijzonderheden is bijvoorbeeld een leuke combinatie of zo. Ja, dat vind ik altijd wel leuk dan om ook op te schrijven. Want dan weet je gewoon dat je een leuke combinatie bent bijvoorbeeld. Nou, dat gaat hier dus nog helemaal door tot aan het einde. En hier weer een leuke foto van Connie. En hier weer inzichten en leermomenten. En dit wat is dus het boek. Zo, ik heb het hele boek dus met jullie behandeld. En ja, dit boek vind ik super tof. Ik ga hem zeker heel veel gebruiken. Hij ziet er mooi uit. Van binnen is het gewoon een heel erg mooi boek. En ik zei dus in de intro al dat ik dit boek dus van Connie had gekregen. En dit boek bestaat dus eigenlijk al wel een tijdje. En die is dus al helemaal uitverkocht.
Maar Connie is dus ook bezig met een deel 2. Echt super tof, want dit boek is gewoon heel erg gaaf. En ze zei mij ook dat ik dan dus 2 boeken weg aan jullie mag geven. Dus hou mijn vlogs even zeker in de gaten wanneer. Dus dit was het boek. Ik vond hem zelf heel erg tof. En wat ik dus net al zei, hou mijn YouTube kanaal daarom zeker in de gaten. Want dit boek is super tof. Iedereen wil deze hebben. En ik ga er zeker heel veel in werken, zeg maar. Dus gewoon alles even door nog goed nemen en zo. En ja, dat ik hem dus ook gewoon kan gaan gebruiken. Want hij is super tof. Je kan er heel veel dingen van invullen. En ja, als deel 2 er is, zal ik natuurlijk zeker melden. En ook dus met de winactie. En als jullie het dan dus nou niet gewonnen hebben, bestel hem zeker zelf dan. Want ja, zoals ik dus al 100 keer heb gezegd, dit boek is gewoon super tof. Dus dit was dan weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.